Vlaams Parlement TV blikt terug op het afgelopen jaar samen met 10 parlementsleden. 2023 was het jaar waarin grote internationale conflicten de actualiteit beheersten. Ook een jaar met veel spanningen in het Vlaams parlement en in de Vlaamse regering. Het ideale moment dus om een balans op te maken. En we blikken ook vooruit naar 2024, naar de moeder van alle verkiezingen. Dat doen we met Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf gekleurd hebben. Vandaag is dat Jean-Jacques de Gucht. Welkom Jean-Jacques de Gucht van Open VLD. Eerste stap denk ik in de provincie al in 2006. U was ooit in 2007, toen de Senaat nog rechtstreeks verkozen werd, de jongste senator ooit. Ja, wat wil je natuurlijk met zo'n achternaam dan? Hier lijsttrekker in 2009 en in 2014 en 2019 herverkozen. Ook actief in Aalst, Schepen en wat die verkiezingen gaan brengen volgend jaar enzovoort. Dat gaan we samen eens bekijken, want dat zal spannend worden, denk ik. Ja, kort maar krachtig, maar ook Open VLD. Toch een tikkeltje een moeilijk parcours. Laten we daar eens mee beginnen. Uw partijvoorzitter heeft er meteen de brui aan gegeven. Dat heeft toch wel heel wat in beweging gezet op dit moment. Ja, ieder maakt zijn eigen beslissingen in zijn leven, dus ook in zijn politieke leven. Was u verrast, want hij komt uit uw streek uiteraard. Hè? Ja, ik kom uit mijn provincie. Was ik verrast? Ik, toch wel enigszins, omdat daar was niet noodzakelijk iets op voorhand rond geweten. Of in ieder geval toch niet bij mij. Dus ja, dat komt wel als een verrassing. Ja. Want dan moet je dringend op zoek naar een vervanger enzovoort. Ja, ja, er zijn zeker betere manieren om het aan te pakken. Ja. Zegt, denk ik dan, mijn excuses, de zoon van een voorzitter waarvan het hoofd ooit ook op de tafel is gezet, toen met premier Verhofstadt. Die parallel is heel duidelijk, denk ik. Een premier en een voorzitter binnen de liberale partij, nee? Ik zie de parallel niet. Mm-hmm. Ik weet dat er verschillende zijn die de parallel hebben willen trekken. Ik zie de parallel niet. Ten eerste is het verschil dat er toen inderdaad een aftreden is gevraagd geweest, die niet gebeurd is, maar geëist, waarbij, gevraagd. En waarbij dan inderdaad, om de gemoederen te bedaren, heeft Dirk Sterckx toen die verantwoordelijkheid op zich genomen, ja. op een goede manier. Ja, heeft die partij tot rust kunnen brengen. En de rest is geschiedenis. Ja, natuurlijk. Wordt daar trouwens in de familie over gepraat? Want men weet natuurlijk dat u samen met Charlotte Verhofstadt enzovoort. Dus ik neem aan dat daar gezellige familiebijeenkomsten moeten zijn als de Guchts en de Verhofstadts samen zitten. U zou ervan versteld staan, hoe gezellig ja, dat die zijn. Dat kan ik mij wel inbeelden. Ja, maar je moet dat anders zien. Men heeft dat natuurlijk altijd op een bepaalde manier willen bekijken. Maar er is nooit een discussie geweest over de loyaliteit aan de Liberale Partij. Mm-hmm. En er is een bepaald moment een breuk geweest, politiek, over een bepaald punt, u wel gekend. Maar er is geen politieke breuk geweest in die zin dat er over het voorbestaan of wat dan ook van de partij ooit een discussie geweest is. Mm-hmm. Zijn eigenlijk allebei mensen die altijd heel begeesterd geweest zijn door het liberalisme en dat proberen op hun eigen minst manier hebben proberen in te zeker en vast. Maar kijk naar die generatie toen. Premier Verhofstadt was toen een eenzame premier die erin slaagde om te winnen met de partij en ze tot 24% te brengen. En zie waar we nu staan, dat is toch... Ja, Dat is bijzonder pijnlijk, ja. Ja. Dat ga ik niet wegsteken. Ik vind dat bijzonder jammer. En je hebt dan mensen die zeggen, ja, dat is omdat je dat vanuit een persoonlijk punt ziet als parlementslid voor die partij. En dat is natuurlijk zo, hè, iets waar je gedurende jaren
ja, eigenlijk dag en nacht mee bezig bent en je ziet die partij leiden, dan leid je zelf ook. U vertrekt dus ja, naar waar? Naar de Kamer wellicht, hè? Maar dat is allemaal nog niet heel duidelijk. Welke plaats gaat dat dan precies worden? We zijn bezig met die lijstvorming. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de derde plaats op de Kamer. Hè? Ja. Je weet dat de eerste en de tweede van een verschillend geslacht moeten zijn. Ja. Dus op de eerste plaats lijkt mij logisch Alexander De Croo. En de rest van de lijst zal nog moeten bepaald worden. Dus de twee lijsttrekkers zijn bepaald. Zelf de derde plaats kan spannend worden, want er zijn denk ik nu 4 zetels. Als er wat verlies op zit, dan zou het nog kunnen knokken worden. Ja, maar bedoel, ik ben de eerste keer op het federaal niveau vanuit de tiende plaats verkozen geweest. Natuurlijk, dat was een andere tijd. Ik heb altijd met volle overtuiging in het parlement gezeten en ik heb ook altijd met volle overtuiging aan de campagne begonnen. Dus ik kijk daar naar uit. Er is daar ook die animositeit met Egbert Lagarde, want ook op een bepaald moment zien we dan dat Lagarde en anderen met zonder enige schroom met de Jean-Marie De Dekker gaan praten, Lijs De Dekker, dan denk ik in politieke termen, dat is hoogverraad, hè? Dat is dood met de kogel, symbolisch. Ik heb mijn mening daarover. Anderen hebben daar hun mening over. En die gaan we niet te horen krijgen, denk ik. Die ga ik voor mijzelf houden. Goed, laten we eens kijken naar het internationale toneel, want daar moeten we misschien wel af en toe wat tranen om laten. Ik neem aan dat daar dan aan de tafel misschien wel een ander woordje over gesproken wordt. Want dit zijn toch dingen die zwaar wegen overal. Dit is vreselijk, hè, wat er de afgelopen periode, maanden, is gebeurd internationaal. Het is de eerste keer in jaren dat wij zo dicht bij onze eigen Europese grenzen met oorlog geconfronteerd worden. Heel openlijke oorlog. Waarbij je daarnaast ook nog eens oorlog krijgt in Gaza. En waar eigenlijk op het einde van de rit, zoals bij elke oorlog, het vooral de onschuldige burgers zijn die het moeten ontgelden. Ja. Dus men gaat daar naar een oplossing moeten komen. Alleen is een oplossing meestal wel mogelijk als je op een goede manier aan tafel kan gaan zitten. Acht u dat nog mogelijk? De vraag dat is of dat inderdaad nog mogelijk Want is. Laten we eens kijken, misschien eerst Rusland-Oekraïne. Ja, de situatie ziet er niet zo goed uit. Oekraïne lijkt de oorlog niet zomaar te kunnen winnen. Velen hebben nu schrik dat Rusland nog stappen verder gaat zetten. Ja, hoe krijg je die rond één tafel? Je zal op een bepaald moment wel rond tafel moeten gaan zitten. En want sommigen zeggen ook, als we dat aan Oekraïne zouden vragen, dan zeggen ze, ja, nu vraag je ons om de oorlog te verliezen. Hè? Ja, maar dat is langs alle kanten in een oorlog. Eigenlijk in een oorlog zijn alle kanten altijd verliezers. Hè? De vraag is, als je rond de tafel gaat gaan zitten, wat is het punt waar je op dit moment een gemeenschappelijke sokkel kan vinden om op verder te werken. En op dit moment weet ik niet of die er is. Ja. Wat ik wel weet, is als je naar de aantallen kijkt van mensen die ondertussen het leven gelaten hebben, de aantal vluchtelingen, dan is dat een vreselijk gegeven. En elke logica is ook weg bij Poetin. Daar zit geen... Dat is... Een soort verlangen naar een rijk die eigenlijk in de jaren 90 in elkaar gevallen is. En eigenlijk gaat hij nog verder terug. Hè. Eigenlijk wil hij de grote Russische eenmaking en ziet hij zichzelf als de nieuwe tsaar. De nieuwe tsaar, hè. Ja. Bedoel, en natuurlijk is Oekraïne in dat verhaal voor hem
niet zomaar een puzzelstuk, maar is dat een kernpuzzelstuk om die puzzel te maken? Ja, en met kernwapens speel je natuurlijk niet zomaar. Hè? Voilà. Mm-hmm. Ik bedoel, hij heeft vandaag opnieuw de dreiging, want we hebben ons gehele kernarsenaal opgefrist en staat vertrek is klaar. We hebben die twee nieuwe onderzeeërs die men te water heeft gelaten. Dus men, dat zijn stoere verklaringen natuurlijk. Maakt u dat bang? Ja, dat maakt mij bang, ja. Dat ligt echt aan de grens van Europa. Ook de manier waarop dat binnen de Europese Unie bepaalde staatsleiders daar eigenlijk mee omgaan, is eigenlijk compleet onverantwoord. Om Orbán maar niet te noemen? Ik heb ook geen probleem om de man te noemen, maar dat is eigenlijk wat Hongarije daar doet, is onverantwoord. En zet eigenlijk toch wel op scherp waar Europa om draait. En dat is duidelijk dat Orbán een andere mening toegedaan is over waar Europa heen moet gaan. Is de man eigenlijk enkel te bewegen in bepaalde richtingen als hem eigenlijk geld onthouden wordt. Hè. Daar zijn we nu stappen aan het zetten, want eigenlijk heeft hij... Dat is de enige taal die hij kent. Dat is de enige taal die hij kent, ja. Hij is echt naar een autocratie aan het evolueren. En dat past natuurlijk niet binnen het Europese model. Nee. Gelukkig zou ik durven zeggen, zijn we in Vlaanderen nog zover niet. Ook daar liep het niet allemaal van een leien dakje in de Vlaamse regering. Laten we eens kijken. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Te laat. Dat ga jij niet bepalen, hè. Dat ga jij niet bepalen. Ik wil vandaag als minister kijken naar de toekomst. Hoe we de strijd tegen dit virus verder zullen aangaan. Er is een kindje overleden. En nochtans, meneer de minister, was u gewaarschuwd. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. In dit stikstofakkoord zijn wij het voor alle duidelijkheid nog niet eens. Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Dames en heren, bij brief van 8 november 2023 heeft de heer Bart Somers ontslag genomen als lid van de Vlaamse regering. Ik zweer getrouwheid aan de koning en aan de wetten van het Belgische volk. Er is een stikstofakkoord. Er is weer perspectief. We hadden het er net over Egbert Lagaard die vertrokken is. En dan een beetje later Bart Somers ook weer zo'n vraag. Wie had dat nu zien aankomen? Ja, dat speelde blijkbaar al een hele tijd in zijn hoofd. Ik vind de twee verhalen zijn wel fundamenteel verschillend. Hè. Uiteraard, ja. Allee, ik denk dat aan wie je het ook vraagt, politiek geïnteresseerd of niet, en je noemt de naam Bart Somers, dan is het eerste wat bij mensen omkoopt Mechelen. Mm-hmm. Ik denk dat Bart erin geslaagd is van eigenlijk in de afgelopen legislaturen, waar hij de leidende kracht was in zijn stad, van daar echt een turnaround te organiseren. Ja, ja. Die stad is een fantastische, mooie, sterke centrumstad geworden. Eigenlijk een voorbeeld van op welke manier je een centrumstad die het moeilijk had, hè, toch kan draaien en in de juiste richting laten bewegen. Waar Jean-Jacques de Hucht misschien ook van droomt voor Aalst, om maar iets te noemen. Ja, ik ga dat ook niet onder stoelen of banken steken. Ik zie mijn stad graag. Ik ben daar opgegroeid van in de kleuterschool. Hè. Men zegt altijd, hij komt van Bellaar, is ingevoerd en dergelijke. Nee, maar het is... Ja, maar ik heb daar altijd op school gezeten. Ja. Dus ik zie de uitdagingen. Ik zie de moeilijkheden. Maar ik zie ook de opportuniteiten voor onze stad. En ze is eigenlijk soortgelijk aan Mechelen in die zin dat ze tussen twee grote steden ligt. En daar ook de uitdagingen, maar ook de mogelijkheden door. Dat is een mooi voorbeeld uiteraard, maar velen vroegen zich nu af, Bart Somers aan het einde van de rit, waarom blijft hij nu niet gewoon even doordoen en zet hij toch op dat moment niet alleen de partij, maar ook de regering in een heel moeilijk parket, er moet dan een vervanger gezocht worden enzovoort. Een minister doet de rit uit, punt. Ja, dat is een redenering die je kan maken en die zeker en vast legitiem is. Bart heeft daar een andere beslissing in genomen. Wat ik weet is dat we ondertussen hebben we een akkoord met de vakbonden als het gaat over
het ganse statuut van de ambtenaren. Mm-hmm. Daarnaast hebben we een stikstofakkoord. Dus je kan moeilijk zeggen dat de vervanger van Bart Somers zich heel lang heeft moeten inwerken en geen resultaten boekt. Nee, integendeel zou ik bijna zeggen. Het lijkt er bijna op. Bart Somers vertrekt, gewend door Lien Rutte komt daar en plots is alles opgelost. Daar spreek ik mij nu over uit. Wat ik wel kan zeggen is dat we daar echt een toppolitica hebben voor onze partij. Ja. En dus Bart Somers is iemand die de partij jarenlang getrokken heeft. Hij heeft ook hele goede zaken gedaan in deze regering. Hij heeft ook voor zichzelf die beslissing gemaakt. Maar je kan niet zeggen dat we in een zwart gat beland zijn. We hebben eigenlijk een klassepolitica die daar met hand en tand de liberale partijen verdedigt. Dat klopt. Dat heeft op dit ogenblik niet te veel nadelen opgeleverd voor die Vlaamse regering. Maar er zijn toch een paar serieuze crisissen geweest, hè, de laatste tijd, waar die regering bijna op het randje van de afgrond stond. Dat is zo. Ja, dat heb je ook nog niet heel dikwijls meegemaakt, denk ik. Hè. Zo frappant toch wel en zo erop of eronder. Ja, hier hebben we dat inderdaad nog niet veel meegemaakt. Aan de overkant hebben we dat wel regelmatig. Ja, daar waren we gewoon natuurlijk, maar hier niet. Hè. Maar, we gingen het allemaal toch veel beter doen en ja, maar eens laten kijken. Ik ben nooit de overtuiging toegedaan geweest dat het sowieso juist is dat wat Vlaanderen doet, Vlaanderen beter doet. Mm-hmm. Hè. Dat hangt af van het beleid van Vlaanderen. En dat er toch wel enige verschillen zijn tussen die partijen. België, en dus ook Vlaanderen, is een compromismodel. Mm. Een constructie, zeggen sommigen. Hè? Voilà. Ja. Maar dus de manier waarop dat in ons politiek systeem aan politiek gedaan wordt, is dat men met verschillende partijen een meerderheid vormt. En binnen die meerderheid probeert men een gemeenschappelijk idee naar voren te brengen. Maar dat er natuurlijk bepaalde dossiers zijn waar je niet op voorhand alles over hebt afgesproken en dat dat een pijnpunt kan vormen. Dan kan het ontploffen. Ja, dan moet je ook wel af en toe op je strepen durven staan. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Dat stikstofakkoord bijvoorbeeld, dat gaat toch wel over etelijke bedrijven, daarnaast over vergunningen die toch wel dat ganse economische model onder druk zetten. Ja, daarvan zeggen we gaan nu een compromis om een compromis of we gaan proberen van een akkoord te maken dat tenminste op een goede manier in elkaar zit. Dat is een keuze die je maakt. Een goed compromis is natuurlijk wel een kunst. Mark Eiskes, denk ik, of vader Eiskes heeft ooit gezegd. Ja, een compromis, dat is een dromedaris die als paard de vergadering van de ministers is binnengewandeld, hè. Ja, een speciale vergelijking, maar wij zijn een land en ook een regio waar je vanuit een idee van compromis redeneert. Ik ben daar ook voor, want het gaat inderdaad soms trager, wat zeker voor parlementsleden soms wel eens grijze haren oplevert. Maar er moet zeker en vast bijgestuurd worden. Wat Vlaanderen betreft denk ik dat er heel grote werven zijn waar moet aan gewerkt worden. Maar de redenering dat je dat in handen van zogezegd the winner takes it all. Nee, dat gaan we niet. Ben nu, daar niet zo een van die werven, daar gaan we naar kijken, want u hebt ook een eigen fragmentje gekozen. Dacht ik, een van die werven waar veel werk is, dat is onderwijs. Hè. Op 14 februari vorig jaar heb ik een conceptnota ingediend. Een conceptnota voor een nieuwe regelgeving, namelijk de invoering van schoolmaaltijden voor elk kind. En men stond daar negatief tegenover. Men vond dat eigenlijk niet nodig. Hè. Ouderlijke verantwoordelijkheid en dat is niet de taak van de overheid en dergelijke meer. En daar werden nochtans enkele studies aangehaald van binnen en buitenland, waaruit duidelijk blijkt dat het belangrijk is dat kinderen een gezonde maaltijd krijgen, meer nog, dat de schoolprestaties vooruitgaan, dat de participatie van het kleuteronderwijs vooruitgaat en dat ervoor zorgt dat je inderdaad de mogelijkheden geeft aan elk kind, ongeacht de sociale afkomst, om inderdaad zichzelf maximaal te ontplooien.
En uw partij, meneer de minister, die zegt dat is ouderlijke verantwoordelijkheid. Wij trekken ons eigenlijk niks aan van het feit dat er kinderen met honger op school zitten en daardoor niet kunnen leren. Wij kijken alleen naar degenen die komen van een goeie thuis. Wij kijken alleen naar degenen die mee kunnen. Wij zorgen ervoor dat eigenlijk diegenen die kunnen, dat we die maximaal ondersteunen. Maar degenen die met honger op de schoolbanken zitten, niet kunnen leren, dat is gewoon verloren moeite voor onze samenleving. Ja. Er was ferme kritiek op Ben Weitz natuurlijk. Ja, en ook terecht vind ik. Mm-hmm. Vanuit de meerderheid. Moet kunnen, hè? Ja. Je bent geen slaaf van de meerderheid, wil ik maar zeggen. Hè? Ik ben een parlementslid. Hè. Ja. En ik vind dat mensen kiezen voor een parlementslid die aan zijn principes houdt. En ik vind dat dat ook een fundamentele vergissing is van de N-VA en de CD&V, dat men daar niet naar wil luisteren. Ja. Ik vind dat dat... Ben Weitz haalt regelmatig aan dat hij studies en studies over dit en studies over dat. En als er dan studies verschijnen over iets waar hij niet mee akkoord is, waar ze ook vandaan komen, hoe dat ze ook ondersteund worden, dan zegt hij eigenlijk dat leg ik naast mij neer. En dat is ouderlijke verantwoordelijkheid. Als het maar in zijn kraan past, bij wijze van. Ik vind dat schuldig verzuim. Ja. Schuldig verzuim, dat zijn grote woorden. Ja. Want de verantwoordelijkheid ligt niet bij de ouders. Verantwoordelijkheid, wat betreft de lege maag, zal ik maar zeggen, dat is ook de school die moet bijspringen. De overheid zelfs. Mag je dat vreemd vinden van een liberaal die zegt de overheid moet hier tussen beiden komen? U mag dat. Ik ga nooit zeggen wat een journalist al dan niet mag. Maar het is niet juist. In die zin, ten eerste zeg ik dat de overheid daar zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, zeg ik dat de verantwoordelijkheid niet bij de ouders ligt. Nee, ik vind dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Maar we kunnen alleen maar besluiten als we steekproeven doen over gans Vlaanderen. Niet alleen in centrumsteden, hè. Dat jammer genoeg er vele ouders zijn die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. En een kind is niet in staat om die verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen. En dan moet je als maatschappij, als samenleving, je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Als de ouders het niet kunnen, dan moet de overheid het doen. Ja. De school. Als het gaat over het onderwijs. Want u zegt, ja, ik vind dat raar dat een liberaal dat zegt. Een liberaal vindt eigenlijk dat elk kind dezelfde startkansen moet krijgen. En vandaag kunnen we niet anders als besluiten dat niet elk kind dezelfde startkansen heeft. Dat is een heel mooi principe natuurlijk. Hè? En ik vind niet dat Vlaanderen zichzelf als een warme samenleving, maar daarnaast een samenleving kan noemen die inzet op onderwijs, die zegt dat de kracht van onze samenleving zit in de brani van onze bevolking. En langs de andere kant zegt, kijk, maar er is een bepaald percentage die met honger op school zit, die ervoor zorgt dat die leerkrachten met onhandelbare kinderen zitten, zeker kinderen die honger hebben zijn onhandelbaar, die daarnaast niet in staat zijn om te leren, dus bij gevolg hun potentieel niet kunnen halen die ze moeten halen, en die we eigenlijk overlaten aan hun lot en... Dat vind ik een fundamentele fout. Dat raakt u diep. Hè. Ik vind dat echt als maatschappij. Daar in de positieve zin zeer geëmotioneerd over. Ja, ik vind dat fout. En, mag je dat, en ik begrijp niet waarom dat... Want die warme samenleving, u klinkt bijna als een CD&V'er. Oh, je mocht me nu van veel beschuldigen. Maar... ik zou ook niet weten waarom dat een liberaal verhaal geen warm verhaal is. Natuurlijk, juist. Waar gaat dat liberalisme over? Dat gaat hem over het feit dat je aan mensen kansen geeft. Dat mensen de vrijheid moeten krijgen om zichzelf waar te maken. Ik bedoel, als je als kind al geen kansen krijgt om jezelf te ontplooien, hoe kan je dan verwachten dat dat kind op latere leeftijd als volwassene de mogelijkheden heeft om zichzelf te ontplooien als hij als kind het niet gekregen heeft. Of zij als kind niet gekregen heeft. Je moet beginnen waar dat het kan om als overheid op de maximale startkans te geven. Je moet niet daarna gaat het over verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Maar je mag een kind nooit straffen voor de tekortkomingen van zijn ouders. Goed. En
trekkenplan is duidelijk geen oplossing in de ogen van Jean-Jacques de Gucht. Wij hebben uiteraard ook een fragmentje, maar ook een cadeautje voor u. Het ligt daar opzij en mag ik u vriendelijk vragen om het dan toch maar meteen open te maken. Hè? Want met we zijn plezier. Er allemaal nieuwsgierig. U heeft en u ook, zelf ingepakt. Nee, zo handig ben ik jammer genoeg niet. Ik ken mijn grenzen. Ja, dat is niet gemakkelijk. Hè. In die feestdagen nee, en ook niet een pakje open te krijgen. Het is een vorm van... ja, het is weer een andere vorm van intelligentie, zullen we maar zeggen. Mijn eerste Bijbel. Ja. U gaat ervan uit dat ik geen Bijbel heb? Nee, maar verrast het? Ja, misschien wel. Want u hebt toch wel laten zien. Ik heb hem zelf grotendeels gelezen, net zoals ik ook de Koran grotendeels gelezen heb. Dat ziet u. Omdat we natuurlijk niet zonder enig ding denken dat u een ja, bent vrijzinnig uiteraard. Hè. Ja. Misschien zelfs lid van de loge, I don't know. Nee. Of het doet er ook niet toe, maar daarom de... Maar waarom zouden we nu, toevallig of niet, die Bijbel hebben gekozen? Ik neem aan dat dat te maken heeft met... Mijn mening over de levensbeschouwelijke vakken op school. Ja, laten we eens kijken, ja. Dus ik denk dat we aan tafel moeten zitten met iedereen die in Vlaanderen onderwijs geeft om eens na te denken op welke manier dat we omgaan met die levensbeschouwing. Ik denk dat dat een debat is die we moeten voeren, want als er morgen een school wordt opgericht, waar dan ook in Vlaanderen, die vertrekt vanuit de islam op dezelfde manier gebruik maakt van onze grondwet als dat het katholiek onderwijs doet, dan zal iedereen tussenkomen. Dan gaan we een plenaire debat houden over het feit dat het problematisch is. Dat we gaan naar segregatie. Iedereen gaat dan zo een ganse ding doen. Maar de realiteit is dat als we een dialoog voeren en we doen dat over het gehele onderwijs, dan gaan we stappen vooruit kunnen doen. Dus de vraag is, kunnen we een dialoog opstarten met één ieder die vandaag onderwijs onderricht om te kijken op welke manier dat we naar de toekomst kunnen kijken en een waarborg kunnen geven dat elke leerling op dezelfde manier dezelfde kansen krijgt en bij gevolg onafgezien van wie dat onderwijs inricht. Ja, oké, dus ook hier weer dat pleidooi voor die gelijke kansen. Maar die lessen levensbeschouwingen, dat blijft de moeilijking, vooral uiteraard in het gemeenschapsonderwijs. Er is nu recent een poging om één uurtje levensbeschouwelijke vakken op te offeren voor een interculturele dialoog of een heel moeilijke benaming. Maar goed, we zetten ze gewoon allemaal samen. Hè. Katholieken, protestanten, joden, moslim, samen in één klas. En laat ze maar discussiëren ideeën uitwisselen. Wat het GO nu doet, is eigenlijk op basis van een advies dat ik ongeveer 10 jaar geleden of 11 jaar geleden gevraagd heb. Ah ja, het duurt zo lang soms. Hè, het kan soms lang duren. Hè. Dat is op basis van een voorstel dat ik toen gedaan heb. Hebben we toen een advies gevraagd aan de Raad van State. Heeft men gezegd, ja, het is billijk van de helft van het aantal uren vrij in te vullen. Maar het moet wel rond deze beschouwing gaan. En eigenlijk is de redenering van het GO, we gaan 1 uur volgens de gekozen levensbeschouwing en 1 uur volgens een interlevensbeschouwelijke dialoog, waarbij we eigenlijk met elkaar in gesprek gaan en elkaar leren kennen. Ik denk dat een van de fundamentele problemen die we vandaag in onze samenleving hebben, is dat wij elkaar eigenlijk niet kennen. In die uurtjes een soort levensbeschouwelijke apartheid. Dat is een levensbeschouwelijke apartheid. Dat is vandaag zo. Niet alleen is het een levensbeschouwelijke apartheid, het is ook nog eens een volledig beschermde apartheid. Ja. In die zin verankerd in de grondwet. Het is verankerd in de grondwet. Het wordt aangeduid, niet door het onderwijs, maar door de levensbeschouwing, op welke manier dat het ingevuld wordt en wie dat het geeft. En de directeur heeft geen medezeggenschap over wie dat geeft in zijn schoolgebouw of in haar schoolgebouw. Dus dat een van de rare conclusies zouden we kunnen trekken, of gevolgtrekkingen van beslissingen die lang, lang, lang in het verleden, omwille van de lieve schoolvrede enzovoort, allemaal genomen zijn. En die misschien nu niet meer werken. Die niet meer werken en die eigenlijk ook ervoor zorgen... Je moet je eens de vraag stellen, wat is de reden dat iets dat een volledig persoonlijke keuze is,
dat dat moet geïnstrueerd worden in het onderwijs. Mm-hmm. Want dat doen we eigenlijk. Hè. We onderwijzen in een levensbeschouwing. Waarbij we daar 2 uren voor uittrekken elke week. In aparte klassen. En meestal voor leerlingen die er nauwelijks interesse in hebben. Laten we daar eerlijk in zijn. Voor leerlingen die er nauwelijks interesse hebben en die zelf de keuze niet maken. Ja. Mm-hmm. Want er is geen enkel kind van 6 jaar die zegt... ik ga eens kiezen voor het protestantisme of voor het... dat is... Okay. Dus ik vind dat fout. Ik vind het wel belangrijk. En dat is in tegenstelling tot wat velen er willen van maken... alsof ik een soort strijd wil aangaan met alle gelovigen. Ja. Dat is niet zo, hè. Papenvreter. Voilà. Ik vind levensbeschouwing heel belangrijk. Want het is gewoon een belangrijk gegeven in wat er zich vandaag afspeelt in de wereld. Als je wil begrijpen wat er zich vandaag in Israël afspeelt... Ja. Ja, dat vindt ook zijn grond binnen levensbeschouwelijke verschillen. Ja, uiteraard. En als we kijken naar op welke manier... En de Joodse godsdienst en de islam bij elkaar zitten en laten dialogeren. Wel, we zouden al kunnen beginnen met het feit dat mensen die een bepaald geloof aanhangen ten eerste kritisch staan in de wereld. Kritisch naar zichzelf, kritisch naar de anderen, met discussies kunnen omgaan. En ook met kritisch tegenover hun eigen godsdienst. En kritisch tegenover zichzelf kunnen staan. Ja. En als je al eens zou beginnen met alleen al de overeenkomsten binnen de monotheïstische levensbeschouwingen, daar de gemeenschappelijke sokkel van te laten erkennen door één ieder... De 3 godsdiensten van het boek baseren zich allemaal op de oude geschriften. Hè? Juist. Dus dat zou al een begin zijn... Ja. Van misschien heel veel problemen die er vandaag zich in de samenleving afspelen en die jammer genoeg voorkomen uit levensbeschouwelijke verschillen of de interpretatie van sommigen of het gebruik van levensbeschouwing om bepaalde haat te zaaien tussen mensen. Dat is nog een heel andere discussie. Dat zou een mooi begin zijn, denk ik ook. Ja. Dat is een mooi begin. Als ze dan allemaal inderdaad, zoals het daar in de Bijbel staat, niet te veel te kijken naar... wat is het? De splinter in het oog van de ander en dan niet wetende welke balk er voor hun eigen ogen staat. Misschien kunnen we daar nog iets uit leren. In elk geval bedankt voor het gesprek, Jean-Jacques de Gucht. Met plezier.